nog één keer een kijkje nemen bij Xiangxiang. De reuzenpanda gaat deze Japanse dierentuin verlaten. Ze gaat naar China toe. Voor haar fans is dit afscheidsmoment georganiseerd. En maar liefst 60.000 mensen wilden daarbij zijn. Helaas voor veel van hen, er was maar plek voor ongeveer 3000 mensen. En zelfs dan is het dringen geblazen. Panda's komen alleen in China in het wild voor. Er zijn er nog zo'n 1850. Best weinig en daarom is de Chinese regering heel zuinig op de dieren. Soms worden ze uitgeleend als een soort vriendendienst aan andere landen. Maar een cadeau is het zeker niet. Het land dat de panda's te leen krijgt, moet beloven mee te helpen aan het fokken van de dieren. Er moet alles aan gedaan worden om panda-jonkies te krijgen. Daarnaast moet er 1 miljoen euro betaald worden aan China. En de dieren moeten na 15 jaar terug. Oh, kijk deze weer. Ook Nederland heeft 2 leenpanda's, Qingya en Wuwen. En bijna 3 jaar geleden kregen zij een dochter, Fan Qing. Dat er in Nederland een pandajong is, betekent niet dat we die hier mogen houden. Ze is ook van China. Want dit jong gaat zo meteen terug naar China en gaat weer deelnemen aan het fokprogramma. Dus die gaat daar weer een rol in spelen. Datzelfde gebeurt nu dus in Japan. Xiangxiang is de dochter van 2 leenpanda's. En nu ze 4 is, moet ze naar China. Ze is oud genoeg om aan een mannetje gekoppeld te worden. Zo hoopt China dat er nog meer panda's geboren worden.